Hallo liebe Menschen und willkommen bei einer neuen Wochenvlogge. Hoe lang heb ik daar geslapen? Ik ging dus te laat slapen omdat ik er stom op een TikTok zat en zo. Het is al 9:50. Lekker gedoucht, ben lekker aan het klaarmaken, ben bijna klaar. En dan ga ik lekker op stap. Je ziet aan mijn hoofd dat ik nog even moet wakker worden. 2 dagen niet zo lang geslapen, maar ja. Ik heb straks nog alle tijd om goed te slapen. Ik ga me eventjes klaarmaken. Hier liggen mijn spullen. Maar jeetje, wat heb ik veel spullen voor een nachtje bij me. Nou, ik moet even wakker worden. Ik spreek jullie straks. Ik ben weer helemaal fresh. Ik doe lekker geen make-up op. En ja, misschien ga ik hem terug wel weer slapen. Hij vond best een beetje saai om weer hetzelfde te doen. Maar ik vond het echt heel chill. Ik ben online uitgecheckt. Handdoekjes liggen op de grond. Kaartjes liggen hier. Beneden ga ik even mijn water lekker bijvullen. En dan hoef je ook helemaal niet meer langs de receptie of zo. Dus toppie. En het is warm, maar die airco was gewoon super chill. En ik haat airco en ik vond deze best wel relaxed. Tjus, goed centimaal. Tjus. Tjus, tjus. Ja, was top. Heerlijk. Oh, wel. Niks vergeten. Ik denk dat ik niet vergeten ben. Ah, die elevator. Ik ga niet lopen, maar mijn koffer ga ik niet lopen. Ik heb echt koffie nodig, maar ik huur even naar de DM, want die zit hiernaast. En dan ga ik straks denk ik in die stad nog naar en nog een DM. Oh, mijn balletjes. Ik word straks wel weer wakker. Ik voel me wel, ik ben dus best wel moe, maar ik ben wel fresh. Ken je dat? Oh my god, deze DM is super groot. Ik hoef echt niet meer naar een ander, denk ik. Let's go. Oh, deze waterspray heb ik. Met kokos. En ik ga deze ook meenemen. Maar nu ben ik bang dat iemand hem al heeft gebruikt. Misschien is het maar goed dat ik nog geen koffie op heb, want ik merk dat ik te moe ben om hier te lopen. Bij alles denk ik, maar heb ik niet nodig. Zoals ik fit ben, denk ik. Ja, dat heb ik wel nodig. Zo, de rest zit allemaal in mijn koffer hoor. Ik ga dit lekker naar mijn auto brengen. Ik heb ook wc-papier hier. En dan, ja, mijn auto is echt nog 1 minuut lopen. En dan is het centrum echt 3 minuten lopen. Het is zo dichtbij allemaal, maar dan ben ik hier lekker vanaf. Dan ga ik naar de TK Maxx, lekker koffietje drinken. Zo, alles ligt in de kar. Ik bedenk me net dat ik mijn kipfilet in de koelkast heb laten liggen in het hotel. Ach ja, ik ga niet terug. Nu koffie scoren. Het liefst even lekker in het zonnetje. Maar ja, hoe later ik natuurlijk ga rijden, hoe later ik aankom. Maar aan de andere kant, wat wil ik nog doen in Zwitserland? Ik wil alleen niet aankomen als het pikken donker is. Dat vind ik niet zo chill. Maar ja, komt wel goed. Oh mijn god, ze hebben hier een robot koffietent. Oh my god, ik heb dit nog nooit in leven gezien. Kijk. Oh, jongens, ik ben helemaal aan het genieten. Het is zo leuk. Ik was trouwens gisteren best wel omgelopen. Want het was nu serieus nog geen 2 minuten van de parkeergarage naar waar ik gisteren heb gegeten. Oké, ik neem ook. Maar al hopelijk hebben ze wel plantaardige melk. Oh nee, dat hebben ze niet. Maar ik wil dit testen. Ze hebben sojamelk, maar dan krijg ik echt buikpijn. Nou, helaas. Ik kan op zich wel een kleine cappuccino nemen met gewone melk. Daar kan ik wel tegen. 30 cent meer heb je een regular. Of een regular. Ik hoef geen smaakje erin. Wel extra sterk. Lekker. Nee, dan haal ik straks nog wel even ergens een andere koffie. Maar ik moet dit gewoon even zien hoe dit werkt. Oh nee, trouwens. Het is gewoon uit een apparaat. Dus zo lekker zal het nou ook weer niet zijn. Oké, laat maar. Maar het is wel leuk. Ze hebben de series gewoon dezelfde producten. Kijk. Ik heb deze donkerroze gekocht. Maar ik ga niet die ook nog nemen. Het is verleidelijk, maar ik ga het niet doen. Kijk, ik zou er nog wel 4 bij kunnen kopen, maar ja, dan zit je altijd met glas in je auto. Oké, ik heb echt even gezocht, maar het is hartstikke dichtbij. Hoe heet het hier? Oh. Tip, hier heb je dus ook lactosevrije koemelk. En verder gewoon alleen maar taartjes en zo, maar kijk deze koffie. Ik had het bijna opgegeven, dus ik ben blij. Nee, iemand zit heel lelijk te zingen. Oh, lekker. Ik heb dit besteld, want ik heb echt heel veel trek. Dus dan maar gewoon even een lekker broodje. Het is niet echt een panini, maar het is gewoon een warm broodje. Heb ik tenminste goed ontbeten. Koffietje erin. Ga ik zo nog even naar Rossmann en dan naar mijn auto. Dan ga ik even naar al die rijen boodschappen doen. En dan nog
nou, 5,5 uur rijden of zo. Dan heb ik in ieder geval even een goed bodempje. Nou, super chill. Ze hadden letterlijk maar één broodje. Ze hebben 3 paninis, maar 2 waren er niet. Maar het was hartstikke lekker. En het kost dan 3,90 euro. Ik had 8,50 euro voor een grote cappuccino en dat. Dus dan heb ik gewoon een tientje gepint. Het is hier volgens mij niet heel gebruikelijk dat je dan fooi geeft. Ik heb natuurlijk echt maar 10 minuutjes gezeten. Want ze was verbaasd dat ik fooi had. Grappig, ze hebben hier dus ook gewoon zeep van de DM. Alleen ja. Ik ga even plassen, even het tampon wisselen. En nog even lopen. Het is super mooi weer, maar ja, dit is wel een tip op zich. Eigenlijk beide tentjes waar ik terecht ben gekomen zijn wel een tip. Lekker simpel. En gisteren was ik ook 25 euro met fooi kwijt voor gewoon een salade en een cocktail. Nou ja, 25 is dan misschien niet heel goedkoop, maar ik vond het wel goedkoop voor wat ik kreeg. Dus ik ben blij. Hier dus. Oké, dan gaan we nu naar Rosman. Het is echt heel cute, want het is een gezin die aan het zingen zijn. Alleen ze zingen echt de hele tijd hetzelfde liedje. Niets lekkerder dan nu weer lekker in je auto stappen. Heerlijk, 12 euro vind ik echt goedkoop voor gewoon een hele dag hier kunnen staan. Nou, 3 minuten van mijn hotel. Ze zeggen 5, maar het is maar 3 minuten. Eigenlijk gewoon in de stad. Het is straatje, straatje. Ook 3 minuten of zo. Het is toch fantastisch? Waar kan je dat nou doen? Sowieso is alles goedkoper in Duitsland. Essence, Catrice is ook allemaal goedkoper. Maar je kan hier zoveel goedkoper dingen kopen. Ik hou er echt van. Het is echt fantastisch. Maakt me echt helemaal blij als ik hier zo loop. In mijn eentje kan je nog veel langer kunnen blijven. Ja, maar ja, op zich het winkelen. Ik heb meer ook iets van, oh, dan wil ik heel graag dingen kopen omdat ik het heel leuk vind. Maar ik heb het natuurlijk niet echt nodig. Maar jullie kennen me. Moet hier omhoog. Woehoe. Ik ben zo benieuwd hoe ik met deze auto de bergen van Zwitserland door ga rijden. Want ik moet straks dus naar ons huis echt ziek enge bergen op. Nou, ik vind het niet eng. Maar het zijn echt wel bergen waar sommigen zouden zeggen, denk ik, daar ga ik niet op rijden in eentje. Het is best wel spannend. Maar ik heb natuurlijk four-wheel drive gehad en deze heeft dat niet. Wel raar dat ze zo'n harde kaart hebben. Maar ik neem aan dat ze hem gewoon recyclen. Oké, dan gaan we eruit. Ik zag dat de weg waar ik vandaan kwam gisteren bij die tank. Die is nu dicht. Dus ik moet even kijken, maar ik ga dus even naar een Aldi nog. Ik moet zeggen, ik heb meer zin om nu gewoon wel goed zo'n kaartje trouwens. Want die stop je er gewoon weer in. En in bijvoorbeeld de Zoetermeer krijg je zo'n papieren kaartje. En die moet je er nou ook niet in stoppen. En dan zit je steeds met dat kaartje. Dat vind ik altijd zo irritant. Maar ik moet nu dus even opzoeken waar ik naartoe moet rijden. Terwijl ik hier uit... Nou, er staat toch niemand achter me. Ga ik dus even naar een Aldi met een parkeergarage. Maar liever zou ik nu naar... Eigenlijk gewoon doorgaan. Maar de boot, ik vind het wel leuk om hier ook nog boodschappen te kunnen hebben gedaan. Want ik heb straks 2 weken om Zwitserland boodschappen te doen. Plus het is heel duur in Zwitserland. Dus. Welke Aldi had ik nou gevonden? Eentje waar ik een parkeerplaats zag. Ga ik even doen. Die is 9 minuten rijden. Maar dan weet ik in ieder geval zeker dat ik daar gewoon lekker kan parkeren. En ik heb natuurlijk een coolboxje. Dus... Oh, hij zegt dat ik rechtdoor moet. Maar je kan hier niet rechtdoor. Dan ga ik gewoon naar rechts. Wil je een duimpje omhoog voor deze vlog? Want ik weet zeker dat jullie het leuk vinden. Dit soort dingen zijn volgens mij altijd favoriet. Als ik in mijn eentje op stap ga en dat soort dingen. Ik ben natuurlijk ook in mijn eentje naar New York geweest. Maar ja, daar was ik wel bij mijn tante. Maar ik hou ervan. Ik heb net deze gekocht, die hebben we ook gewoon in Nederland. Maar die geeft zo'n tintje aan je lippen. Van Catrice. Ik denk de hele tijd niet veel vloggen, niet veel vloggen. Oké, het is nog 5 minuten rijden naar de Aldi, maar hier zie ik dus een Lidl. En ik wou eigenlijk ook naar de Lidl. En ik denk eigenlijk de hele tijd mij wel boeit als ik wat later in Zwitserland ben. Dus ik ga ook nog naar de Lidl. Woehoe. I love it. Moet ik even mijn koelboxje wel leegmaken. Er zitten toch alleen maar tomaten en zo in. Ik heb letterlijk de beste plek die er is. Super dichtbij. Koelboxje is lekker al een beetje koud. Dan kan ik eventueel ook dingen die koud moeten kopen. Kijk, ja, dit kan op zich gewoon nu wel uit. Ik dacht gewoon even hier. Dat is voor een video, maar ik dacht die moet ook koud blijven. Maar het is niet warm in mijn auto. Hij is de hele nacht in een hele koele parkeergarage gestaan. Ik hoef niet meer naar de Aldi, dat doe ik wel op de terugweg naar Nederland. Want ik heb echt geweldige dingen. Ik heb gewoon niet echt per se nagedacht over wat ik voor avondeten ga koken en zo. En ik weet dat ik daar toch geen zin in heb. Dus ik heb lekker gewoon dingen gehaald die ik heel lekker vind. Dus ik heb lekker wat vlees. Garnalen, maar vooral heel veel lekkere speciale kaasjes natuurlijk. Zodat ik gewoon, ik denk dat ik vooral lekker salades ga maken, wat vlees erbij bak, lekker kaasjes ga eten. Gewoon, ik hou helemaal niet echt van koken voor mezelf. Ik vind dat altijd zo zonde van mijn tijd. En precies alles wat echt koud moet, zit nu in de koelbox. Dus die moet natuurlijk wel eventjes koud worden. Ik moet alleen nu dus ook nog plassen. Dus dat is wel balen, als ik niet hoef te tanken. En anders nog wel erg moet plassen. Maar het is al 2:15.
En ik wil eigenlijk ook een tampon wissen. Maar volgens mij heb ik geen tampon meer. Dus balen dat je dan nu meteen moet plassen. Heel irritant. En dat je dus een tampon nodig hebt. Oh, ik heb wel tampons gekocht bij de DM net. Die zitten denk ik in mijn koffer. Oké, appartement à la Ventura. Hopelijk is het niet langer rijden dan net. Als er tijd bij is gekomen. Ik heb één flesje wijn voor mezelf. Ik denk als ik alleen ben, heb ik niet per se. Ik hou niet eens echt wel van alcohol. Ik ben meer gewoon gezellig met anderen. 5 uur rijden. Eerst was het 5:22. Nice, nice, nice. Zo, dat aircootje. Hoor je die coolbox? Die is hard bezig. Oh jongens, let's go. Het is precies 5 uur. Nou, echt wat te doen. Route naar Via Campanien, 29. 450 kilometer. Lego. Ze hadden hier dus die proteïnedrankjes die we ook in Nederland hebben. Gewoon een kleine flesje. En dan hadden ze pistache en banaan. Ik heb pistache gekocht. Dus wel melk. Niet heel chill voor mijn buik, maar... Zeg maar, als ik soja neem, ga ik echt dood van de pijn. Gewoon zoveel pijn en melk is gewoon een beetje opgeblazen buik. Ik heb net ook mozzarella op en daar heb ik echt geen last van. Dus het wisselt een beetje, gewoon niet te veel melk. Oh, nu rijd ik weer door zo'n hele smalle wegwerkzaamheden. Dit vind ik dus het enige met autorijden wat ik wel echt spannend vind, is dit. Dat je links wil inhalen, maar dat het zo heel smal is, daar hou ik niet zo van. Terwijl mijn autootje echt klein is, maar toch. Nee, ik vind dat toch een beetje eng. Maar ik doe het wel. Ik vind het zo spannend. Maar ik ga echt niet zo langs met die rechterrij rijden. Vooral als de rechterauto dan een beetje uitwijkt naar links. Hier links zit al zo'n soort van stenen muur met een soort van spijkers erin. Ja, dit vind ik echt niet chill hoor. Dan moet ik langs zo'n brede auto die heel erg aso links. Ja, deze auto durf ik dus echt niet langs te gaan, hè. Maar dag, dan ga ik wel naar rechts. Die rijdt zo erg links. Laat maar zitten. Echt niet chill. Dan maar langzaam. Die gaat gewoon over de linkerstreep heen ook. Ik ben benieuwd of deze auto nu wel hem gaat inhalen. Ja, die durft het wel. Ja, oké, als je langs rijdt gaat de auto naar rechts. Maar ik vind het alsnog eng om zo iemand in te halen. I don't like. Oké, hoeven. Nu achter me ook niemand gaat meer inhalen, want niemand wil langs die auto. Touareg is dat. Nou, dat was weer genoeg vlog. Alright, nog 19 kilometer tot Zwitserland. Ik denk dat dit de laatste stop is voor Zwitserland. Ik ga hier even nu plassen. Dus een ander soort tank. Hier is buiten zo'n wc. Zo'n Sideways. En dan is daar Coffee Fellows. Ik denk dat ik nog wel even een koffietje of zo ga, want ik heb wel cafeïne nodig om sharp te blijven. Tampon is weer verwezeld hoor. Oké, even een koffietje of zo halen. Dit zit trouwens super lekker deze uitzicht. Maar ik heb wel zin om er wat leuks aan te trekken. Het weer is echt fantastisch. Wat is dit? Het is echt heet. Hoe warm is het eigenlijk? 26, het voelt echt als 30 of zo. Kijk dit. Wat? Nee, dank je. Het is een vlog. Kijk dit. Voor mij is het serieus een soort van fitness voor tijdens je autoreis. Kijk. Kijk deze jongen. Waar slaat dit op? Oké. Nou, leuk. Nou, dat vind ik wel slecht. Dan wil je koffie, zeggen ze. We hebben geen koffie. We zijn het apparaat aan het reinigen. Midden op de dag. Het is maandag. Hoe laat is het? Ik moet straks weer stoppen. Nou ja, ik neem wel even... Ik had ook wat drankjes gekocht met cafeïne erin. Ga ik die wel even lekker nemen van de DM. Nu is die opbreking weer weg. 3,5 uur nog maar. Kijk, dit is het drankje. Share bio-energy met veel cafeïne. 80, dat is veel. Olijfjes. Ik heb lekker geitenkaas. Ga ik lekker met een bageltje eten. Tijdens het rijden helemaal lekker. Ik heb best wel trek al. Yummy. We gaan nu door de... Gent van Zwitserland met vignet. Oelala. Met vignet sta je in de rij en zonder vignet niet. Deze is super lekker. Punt komkommer. Het is gewoon een beetje mojito vibes. Spendend 1 dag wasser. Ik denk dat ik 1 dag drinkwater hiermee heb. Zo ga ik dus door de Godhart toe.
village. En ik wacht maar 100. Nou, mijn muziek doet het hier niet. Ik denk wel dat ik geen internet heb of zo. Dat moet je dus kopen, maar dat ga ik niet doen terwijl ik rij. Nog 3 uur al. Straks ga ik lekker deze olijvenmix eten. Maar nu zit ik vol. Kan jemand mir erzählen, warum wir in den Niederlanden keine Olivenmix wie diese haben, mit schwarze und leckere Oliven? Oliven? Gaat trouwens volgens mij niet door het hart te doen. Overal mooi weer, maar in Zwitserland regent het. Nou, lekker. Het is nog 38 minuten rijden en ik rijd nu langs zo'n plek waar ik met mijn moeder ook was bij geweest. Hier ga ik geen boodschappen doen als ik vanuit het huis boodschappen wil doen. Dan ga ik er eentje dichterbij, dus dan ga ik hier ook nog even langs. Want ik ben nu 7 uur thuis en ik ben toch een beetje nog zin om iets te doen. Dan ga ik hier eens bij de Lidl kijken. Van Lidl naar Lidl. Volgens mij zit bij ons dan weer een Aldi. Maar het is een half uurtje rijden vanaf het huis, volgens mij. Maar dit is net wat verder. Zo, waarom doe ik nu al mijn gordels? Geen idee. Oh ja, hier was ik toen met mijn moeder. En toen weet ik nog wat ik zei van, oh, we spreken een tijd af. Ga helemaal lekker winkelen. Het viel best wel tegen. Ga naar de route. Ik ben op de route. We waren lager al 10 maanden te dryhumpen. Ik ben naar de Lidl geweest, had ik dat gezegd. Ik ben wel heel moe. Ik denk dat ik straks niet meer veel ga filmen. En toen de Aldi, maar die was dicht. Ik heb niet echt veel bijzonders meer gekocht. Wel Peppa Pig keukenrollen. 4 frank. ja, het is zeg maar precies 20 minuten klimmen in de bergen. Nu nog 11 te gaan. Wel heel chill dat ik trouwens niet hoef te schakelen. Want dat is zoveel werk in de bergen. En ik zat te denken van wie is er nou voorrang, zeg maar, opkomend of afkomend verkeer. Maar volgens mij, ik denk als je omhoog gaat, kan je makkelijker naar achter rollen. Dus ik denk dat het naar beneden voorrang heeft. Maar oeh, kijk, dit is spannend. Maar volgens mij, ik dacht dat het andersom was, maar dat vind ik niet logisch. Ik weet het even niet. Soms is het zo smal dat iemand dus naar achter moet rijden. Dat ik neem aan dat ik dan naar achter moet rijden. Maar ik herinner niet heel veel van de route. Oh, nu gaan we dus door de tunnel. Dit is wel, ik kan wel echt voorstellen dat mensen, als je dit nu ziet, wat ik nu hier zie. Dat mensen hier fietsen is trouwens echt bizar. Maar ik kan me wel voorstellen. Ik zal het even laten zien, want er is hier toch niemand. Kijk, hier rij ik nu en hieronder is gewoon een afgrond. Maar hoe prachtig. En nu gaan we dus deze tunnel in. Ja, er is hier letterlijk niemand. Zo grappig. Je zit echt... Ik zei altijd ook tegen mijn ouders van... Het lijkt alsof je hier gewoon in een andere wereld belandt. Een soort middeleeuwse film. Het is gewoon alsof je in een soort... In een lichaam zit of zo. Zo'n scan van binnenuit. Nou, ja, ik heb net even een stukje naar achter gereden hoor. Om een busje voor te laten. Het is ook het enige leven wat ik hier zie. Moet ik nou nog een... Hij zei dat ik er al was, maar dat klopt voor geen meter. Maar ik weet het wel uit mijn hoofd. Dit is wel waar we wonen. Maar blijkbaar moet er nog een bocht. Hij zei dat ik hier al was. Zo, ik snap wel dat mijn vader met zijn auto die bochten wat minder makkelijk pakt dan met dit lekkere autootje. Zeg. Zo, hier is het smal. Bizar. Ik kan me ook niet herinneren of er nog een bocht was eigenlijk. Maar ik moet ook een keertje... Jawel trouwens, we wonen niet zo dicht bij het gemeentehuis. Er zit hier alleen een gemeentehuis. En oh, hier zijn die vuilnisbakken. Het enige wat ik ben vergeten is vuilniszakken. Maar je moet hier dus vuilniszakken... Wow. Je moet hier dus vuilniszakken kopen. Dat is wel goed, in plaats van afvalstofheffing heb je dan zeg maar betaal je per vuilniszak die gebruikt. Ja, ik zie de parkeerplaats in het kerkje. Het is hier wel echt sick mooi hoor. Ik ben voor het donker thuis en nou, dat is gelukt. Het is 8:10. 8:08 en toen wordt het 9:10 donker. Alhoewel natuurlijk een privé parkeerplaats. Oh ja. Oh my god, dit huis is zo hoog. Daar zijn we. Ben ik even blij dat ik sport. Ik ben helemaal kapot. Niet normaal. Ik ga jullie morgen lekker alles laten zien. Ik ga nu even wat eten. Wifi kabeltje zoeken. Die gordijnen omhoog. Helemaal bezweet hè, letterlijk. Ik heb zoveel spullen, maar ik dacht ik ga nu gewoon alles tillen. Kijk hoe hoog. Kijk de view. Genieten jongens. Even, ik ga alles even installeren en ik zie jullie waarschijnlijk morgen of misschien straks nog. Dit is toch heerlijk. Ik heb het echt mega snel slordig gesneden. En dit is gewoon mijn avondeten. Kaasjes, worst, rookbos. Helemaal lekker. Ik moet echt zo gaan slapen, maar ik heb dit eventjes allemaal lekker ingedeeld. En ik gebruik het niet, want ik heb mijn eigen dekens mee. Dus ik heb iets minder ruimte. Want die planken dus zo laat. Maar ik heb best wel veel bij me. Alles hangt lekker. Alleen de badkamer moet ik nog even indelen en... Dus opmaken. De laatste dingetje uit deze tas. En dan ben ik helemaal klaar. En dan zie ik jullie morgen.
Good morning. Heerlijk. Oeh, de koekelsinderkaas. Deze heb ik lekker meegenomen. Ik ging helaas heel laat slapen. Super dom. Maar ik ben nog heel vroeg opgestaan. Dus ik heb weer heel kort geslapen. Dus ik ben vandaag nog steeds heel moe. Zonde, maar ja. Ik dacht, ik ga niet uitslapen. Want dan blijf ik bezig. Nou ja, ik ben, eigenlijk heb ik al 3 dagen niet uitgeslapen. Maar ik wil wel gewoon een beetje op tijd opstaan hier. Dus als ik nu heel lang ga uitslapen, ga ik vanavond weer laat naar bed. Ja, heel dom. TikTok en stomme filmpjes kijken. Echt zo dom. Ik ga mijn koffie lekker in mijn to-go-beker doen. Ik heb het koffieapparaat van boven gepakt, van mijn ouders. En daar zit een melkopschuimer bij. En hier staat zeg maar zo'n handschuimertje. Wow, dat was wel een heel klein stukje, hè? Ik heb espresso gekocht. Ik klikte op espresso, maar zo heel weinig. Oh ja, thuis hebben we trouwens ook heel weinig. Ik ga denk ik eerst even gewoon helemaal zo goor en vooral lekker eventjes in het zonnetje zitten. Dan ga ik editen. Dan wil ik even een douche klaarmaken, bijles. Hij is pas om 5 uur trouwens, die bijles. En mijn moeder vroeg net of ik wilde omkruiden. Ik dacht al, wanneer gaat ze het me vragen? Nou ja, dat is het enige is wat ik wil doen om 2 weken in zo'n lekker huis te zitten. Mag ik natuurlijk niet klagen? Ik haat omkruiden, jongens. Haten jullie het ook? Ik haat het zo erg. Oh, deze kringen die zaten er al in. Denk ik die keer zie of niet. Heb ik die nou gemaakt? Ja, ik zat gisteren van die heerlijke organization video's te kijken. Ik heb deze doekjes meegenomen zodat ik het hier schoon hou. Dat is lekker makkelijk. Nu is het trouwens wat beter licht. Misschien leuk om te zien wat er in mijn koelkast staat. Ik kon geen verleggel vinden, dus ik heb een flesje Pinot. Dit is een lekkere kant-en-klare soep. Gembershot. Augurken. Cola. Een soort van grappige drankjes. Dit is allemaal TikTok. Deze bars had ik meegenomen. Zwitserse eieren. Watermeloen uit Nederland nog. Ik heb gisteren ook een watermeloen gekocht. Ik dacht dus dat het heel goedkoop was, maar op de bon bleek alles volgens mij kiloprijs te zijn of zo. Ik had hier een geitenkaasje, die vond ik wel een beetje tegengevallen. Ik zat echt in de kaas heaven daar zo bij die Lidl, die eerste. Deze was wel heel lekker. Dit is dan open, ja dat gaat stinken. Deze worst heb ik als avondeten met hazelnoten. Die was echt heerlijk. Lekkere appenteller was ook heel lekker. Dan heb ik hier balsamico, ja die hoeft hier echt niet te staan. Ik heb in dit kastje gewoon eventjes... Echt zo'n vet cute kastje dit trouwens. Oeh, mijn melk is klaar. Ik ben zo benieuwd, want dit soort schuim is altijd zo lekker foamy. Ik ben zo blij dat ik deze badjas mee heb trouwens. Hoe is het schuim? Ik ben benieuwd. Nee, niet langs de randjes blijven zitten. Oeh. Dat vind ik altijd zo zonde aan zo'n ding dat het dan... laatste schuim niet meekomt. Moet je echt zo'n spatel hebben. Mijn moeder doet volgens mij zo. Oeh, nee, is heel heet. Oh, shit. Zo grappig. Mijn moeder stuurde nog heel goed het ding schoonmaken. Maar zij denkt dat ik nog een puber ben die heel slordig is. Het was ook echt verschrikkelijk. Ik ben nog steeds wel slordig hoor. Waterspetters en zo. Maar ik ben natuurlijk veel minder slordig dan vroeger. Ik ga mijn nagels trouwens eventjes kort maken en eraf halen. Zodat ze eventjes weer een beetje kunnen herstellen. Na weer een jaar lang of zo niet. Ik heb lekker 2 keer buffel mozzarella en 2 keer burrata. En ik dacht dat het hier heel duur zou zijn, maar het viel wel mee. Ik heb een feta die alleen maar is gemaakt van schaap. Dan heb ik nog zo'n worst. En nog een soort roomkaas die er echt heerlijk uitziet. Kruidenboter, knoflookboter. Ik kon niet echt achterhalen of het nou roomboter is, ik denk het wel. Oh ja, olijven. Ik dacht ik film het wel gewoon als ik het ga eten, maar het is op zich wel leuk om het nu te laten zien. Tomaatjes. Uit Nederland die zo lekker zijn. Dit hoeft niet koud, maar ik vind het gewoon handig als ik alles in de koelkast heb staan. Dan heb ik nog deze kaas. Ik heb echt extreem veel kaas gekocht, zoals ik al zei. Helemaal leuk. Lekker geit, dat is echt mijn fave. Dit is ook geit. Er staat Gouda op, super grappig. Een schimmel. Een tom. En een lekker truffel. Tom. Ik weet niet waarom die ook Tom heet, heel anders. En nog 2 van dit soort kaas. Ik ga echt elke dag kaas eten, blijkbaar. Nog een lekker zakje parmezaan. Zalm. Ja, ik heb blijkbaar zin in salami. Het ook eigenlijk niet zoveel varkensvlees eten, maar oké. 3 keer lactosevrij magere kwark. Dat is grappig, ik ben benieuwd of het een beetje lekker is. Een krop ijsbergsla. Hier heb ik kipfilet erachter liggen op mijn avocado's uit Nederland. Deze aardbeien moeten vandaag echt op. Ik kom ook uit Nederland. Voor een keertje dacht ik lekker pasta. Al moet ik ook echt een keer in Italië eigenlijk goede pasta gaan eten. Nog vlees. Nog meer tomaten. Nog komkommers uit Nederland.
En 6 keer romaine sla. Nog 2 appels uit Nederland. Hier, een pepperlichtijsje die helemaal gesmolten was. Een broodje, 2 keer lamsvlees. En garnalen. Dat was echt ziek duur, maar ik heb nou eenmaal een dure smaak. En, oh ja, croissants. Die waren ook zo'n soort to-go plekje. Dit ziet er allemaal wel gezellig uit. Ik heb heel veel... Oh, nee. Oh, sorry, mama. Oh my god, ik ben alweer bijna 10 minuten aan het filmen. Ik heb allemaal lekkere zomerse korte topjes. Ik dacht, het is ook wel leuk voor TikToks, een beetje verschillende toppies. Ik heb mijn bed even laten luchten. Ik heb eigenlijk alleen aan deze kant geslapen, maar ik vind de gedachte dat daar ook een bed ligt altijd gewoon heel chill. Het ziet er zo uit. En dan gaan we eventjes... Jeetje, wat zie ik er moe uit, zeg. Dat is niet oké. Ik moet dus een TikTok maken vandaag, want ik heb niks meer. Oh, een mier. Gezellig. Ik doe de deur weer dicht dan. Ik wil niet dat je naar binnen gaat eigenlijk. Dan loop je hier zo nog in de schaduw. En dan... Oeh, het waait wel hard vandaag, zeg. Zo. Eens kijken. Hier kan je dus stoelen en zo neerzetten, maar meestal ga ik gewoon op een handdoekje liggen. Maar het is nog best wel vroeg natuurlijk. Dan ga ik even in het zonnetje nu dit lekkere koffietje hier opdrinken. Ik geniet heel erg van het geluid van die beek. Op camera komt het volgens mij niet zo lekker over, maar ik vind het echt heerlijk. Eigenlijk is het raar, er staan er allemaal auto's waardoor je denkt dat het hier heel druk is. Maar dat zijn mensen die hier boven aan het wandelen zijn. Maar je merkt daar dus helemaal niks van. Je hebt echt het gevoel dat je het enige mens op aarde bent als je hier bent. Heel apart. Ja, ik heb een lekker stoeltje gevonden. Zolang hij maar niet melig is, ben ik blij. Ik heb zo lekker gerust, niet normaal. Die straal, zeg maar, nou niet echt een harde straal, maar gewoon een hele... Kijk, het is zo chill. In het hotel heb ik ook al best wel een hele lekkere douche. Dus het is zo'n ding, dus je denkt echt van, het is een heel klein douche. Er komt zo'n hele gelijkmatige, heerlijke... Dat je haar gewoon echt een paar seconden uitgespoeld is, weet je wel. Echt zo relaxed. En het water is hier ook zo zacht. Ik heb heel vaak in het buitenland dat mijn haar veel zachter is. Ik dacht, misschien is het wel leuk om even te laten zien. Thuis laat ik nu echt mijn badkamer zien, omdat ik gewoon niet aan denk om mijn camera mee te nemen. Misschien wel leuk om nu eventjes te laten zien wat ik nou mee heb. Wat echt mijn belangrijke spullen zijn. Maar ik twijfel of ik het nu zelf ga laten zien of dat ik het gewoon in het kastje film. Ja, het duurt te lang, denk ik. Ik doe het gewoon even zo. Mijn lensvloeistof, dit is dus wel slecht, want er zit aluminium en zo in. Maar enige deel waarmee ik gewoon in ieder geval echt nooit naar zweet ruik. Dus die heb ik nog steeds uit Amerika. Dit gebruik ik voor de avond. Dit is mijn favoriete make-up remover al jaren. Je make-up gaat er 1000 keer sneller af dan normaal. Dit is de toner die ik gebruik na het afhalen van mijn oogmake-up. Is het serum van Holland & Barrett gebruik ik nu elke dag. Ik vind het zo chill. En dit had ik volgens mij van Lotte gekregen. Die gebruik ik nu ook. Ook chill. Ja, ik heb geen probleemhuid. Dus het is moeilijk om te zeggen of ik resultaat zie en zo. Op mijn pigmentvlekken na is mijn huid echt gewoon... Kijk, pigment. Maar verder heb ik gewoon nooit meer problemen met mijn huid. Ook niet meer hier. Dus echt heerlijk. Maar ik kan dus niet echt heel erg zeggen van ja... Het voelt gewoon allemaal heel fijn. Dit is mijn favoriete parfum. Ik ga hem sowieso opnieuw kopen. Ik vind hem fantastisch. Mijn lensdoosje. Dit soort tandpasta gebruik ik dan vaak 's ochtends omdat ik het dan lekker vind. Ik heb mijn nagel trouwens al geknipt en ben het al aan het eraf aan het halen. Daarom ziet het er niet uit. Het voelt dan wat frisser. Dit is mijn gore oude make-up tasje. Hele oude haarborstel. Hier zitten mijn sieraden in. Mijn bril, elastiekjes, clip. Een random badje. Deze gebruik ik nu elke dag als dagcrème. Ik vind hem gewoon heel zacht, heel dun en echt voor... Overdag heerlijk. Als je een hele droge huid hebt, voelt die denk ik niet genoeg. Ruikt ook lekker. Dit ga ik nu niet doen, want ik ben in de zon en aan het zonnen. Maar doe ik in principe als ik een wat... Ja, eigenlijk altijd in Nederland. Maar misschien in de zomer niet meer. Deze had ik ooit gekregen van het PR-bureau, denk ik. Die gebruik ik nu ook als dagcreme eigenlijk alleen. Dit is gewoon mijn dagcreme. Dus eerst die, dan die. Deze oogcreme vind ik ook chill. Maar ik zou niet weten of het iets doet. Zonnebrand die ik ook nog heb. Dit is heel oud, heb ik meegenomen voor als ik nog even mijn haar met zilvershampoo wil wassen. Dit masker is ook best wel oud voor als ik een maskertje wil doen. Hier zit nog één portie in, het is haarmasker. Dit is heel oud, ik dacht ik neem het ook maar mee. Maar ik denk dat mijn haar echt al zacht genoeg is. Dit doe ik er wel in, heb ik net in mijn haar gedaan. Dit doe ik soms na dat ik het mooie model heb gebracht, een soort van haarspray. Dit is wat ik slik, en vitamine C. Zinkzuig die ik altijd laat zien zit hier ook nu in. Heb ik ooit gekregen, heb ik een beetje zodat ik niet alleen maar mijn dure parfum deed het hier hoef te gebruiken. Anders is toch niemand die me ruikt. Hiermee wil ik mijn snor nog harsen.
Want omdat een jongen dus ooit tegen mij zei van, oh, vrouw met haar, bla bla, was ik dus zo dom om mijn snor te gaan scheren. En sindsdien moet ik dus mijn snor eigenlijk harsen. Heb ik van die haartjes hier. Heel veel mensen hebben dat, maar ik doe het nooit. Dus ik neem dat mee op vakantie en hoop dat ik het dan wel doe. Maar ik doe het denk ik 2 keer per jaar. Want geen zin in. Dit had ik ook nog liggen. Ik dacht, dit kan ik misschien gebruiken. Dit was voor mijn ongesteldheid, maar ik was echt maar 2 dagen ongesteld. Ik ben heel heftig pijnlijk ongesteld, maar heel kort. En dat was het eigenlijk al. Oh ja, en Philips Sonicare veel chiller vind ik dan Oral B. Hier staat mijn Olaplex shampoo en conditioner. Daar staat nog een soort van scrubje die ik misschien kan gebruiken. En deze had ik bij de DM gekocht. Prima. Ik had geen douchegel meegenomen expres. Deze van de Kruidvat, stop. Ik gebruik hem altijd in de douche. Ik heb hem nog maar 2 keer hoeven opladen of zo. Schermmes, ik heb er net een nieuwe op gedaan van Venus. En deze heb ik ook ooit gekregen. Daar doe ik al mega lang mee. Die gebruik ik nu volgens mij al 1 jaar als gezichtsreiniger in de douche. Ik ga een klein beetje make-up opdoen. Want ik heb dan straks die bijles over 1 uur, een kwartier. En dan ga ik nog even TikTok maken. Oké, run, run, run. 1 minuut. Bijles. Koffie. Online is zoveel minder chill. Ik zat nog helemaal in mijn TikTok. En ineens is het alweer tijd. Ja, het is nu tijd. Hey. Hallo. Hoe gaat het? Hoe waren je eerste 2 dagen? Leuk? Fijn. En spannend? En zitten er leuke kinderen in je klas? Nu al? Zo snel. Jij begrijpt mij ook, hè, als ik Nederlands praat. Oké, okay, als je me niet begrijpt, wil je het dan zeggen? Want dan ga ik gewoon even in het Engels praten, want dat kan ook. Dat je dan je boeken en zo mee kan nemen. Dus dat maakt nu niet uit. Over 2 weken ongeveer kom ik bij jou thuis. En dan is het wel fijn als je je boeken hebt. Want dan kunnen we echt met je boeken gaan oefenen. Jouw juf had gezegd dat het belangrijk is dat we samen oefenen met het spreken. Dat doen we nu al eigenlijk. En schrijven. Spelling. Ken jij dat? Spelling? Ja, dus hoe schrijf je een woord? Dus bijvoorbeeld leer je waarschijnlijk op school dan lopen of niet? Nee? Want we zeggen dan, je hoort een lange klank. Oh, het klinkt lang. Maar je hakt er eentje weg. En je schrijft alleen 1 o. En de juf zei ook automatiseren. Weet je wat dat is? Wat denk je? Als je hoort automatiseren, automatisch, automaat. What do you think the teacher means when she says automatiseren plus en min tot 100? Wat zou ze dan willen? What do you think she wants? 60? Hoeveel moet erbij tot 100? 28. Weet je al alle getallen in het Nederlands? En lezen van Nederlandse boeken. Dat jij wat vragen kan stellen aan mij en ik aan jou. Hoe was je reis naar Nederland? En dan ga je ondertussen een beetje erbij tekenen. Zullen we afspreken dat als ik iets hoor wat ik kan verbeteren, dat ik dat dan doe? Vind je dat goed? Dus als jij zegt verkopen, zeg ik verkocht. En dan mag jij het gewoon herhalen. Vind je dat oké? Okay? En verkocht is de verleden tijd. Dus dat is al gebeurd. Wil jij het kopen? Nu heb ik het. Moet je mij eerst betalen. Kijk maar. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, dank je. Nu heb ik hem aan jou verkocht. Dus ik ga deze aan jou verkopen. En dan heb jij hem gekocht. En dan heb ik het verkocht. Nou, dat was leuk. Dat was 1 uur. En ik had gehoopt dat ze er schoolboeken en zo mee had, maar dat had ze niet. Dus we hebben een beetje vooral... Ik heb heel erg geïmproviseerd, omdat ze dus die schoolboeken niet had. Maar gelukkig kan ik dat heel goed. Dus het is nu ook echt wel bijna 6:15. Het gaat snel in deze tijd. Ik heb een beetje aan haar vragen gesteld over hoe haar vliegreis was en hoe het op school was. En aan de hand daarvan af en toe, als ik echt iets hoorde wat... belangrijk was qua Nederlandse taal, bijvoorbeeld verleden tijd, tegenwoordig tijd of lidwoorden, heb ik er zeg maar verbeterd. Ik heb ook gevraagd of ze het goed vond dat ik er ging verbeteren. En het wel laten herhalen en opschrijven, bijvoorbeeld uitgelegd. En ik heb tafeljuggen, mijn scherm gedeeld. En dus in coronatijd hebben we tafels gedaan en gejuggd. En ook dat je tussendoor op de tafel moet, onder de tafel. Dat zijn ook weer belangrijke woorden om te leren. We hebben wat kleuren besproken. We hebben begrijpend lezen teksten gedaan, samen gelezen, gemaakt. En tussendoor dus veel gepraat. En dat was het volgens mij wel. En ik zei van, vraag maar even aan de ouders, zeg maar op achtergrond, zei ik van, laat maar weten of jullie nog een keertje online willen tussendoor. Maar misschien dachten ze wel van, ja, we vinden het onzin en zonde van het geld. Ik heb geen idee. Toch misschien wat minder effectief. Maar ja, ze is wel 1 uur lang aan het praten.
Maar dat hoor ik wel. En anders dus over kleine 2 weken op maandag, dinsdag en donderdag kom ik daar thuis. Ga ik haar dus 3 keer in de week bijles geven als het natuurlijk bevalt. Ik merk aan haar dat ze het heel leuk vindt, maar de ouders moeten natuurlijk ook wat vinden. En ja. Nou, nu zit het nog even lekker zonnetje. Wat ga ik nu doen? Het is raar, je bent ineens helemaal uit je vakantievibe. Dus ineens denk ik, oh, alsof ik weer thuis ben en heb gewerkt. Maar ik ben natuurlijk gewoon op vakantie. Maar het is al super laat eigenlijk. Vet vaag. Hele andere focus. En ik had natuurlijk ook nog een TikTok opgenomen. Wow, deze achtergrond is mooi. En dan ga ik straks denk ik even eten maken of zo. Oké, jongens, ik ben al best wel een tijdje wakker. Ik heb vooral even een beetje lopen, nou, een zonnetje koffietje gedronken en een beetje lopen uitzoeken wat ik vandaag wil doen. Want ik merk dat ik iets wil doen. Volgens het weer is het de laatste mooie dag, maar je weet het hier maar nooit. Maar ik ben gisteren zo bizar verbrand. Mijn buik ziet nooit zon. Ik ben echt dom. Ik smeer mijn gezicht nu super goed in. Je ziet dat ik ben helemaal nog niet bruin. 50. Maar mijn lichaam heb ik dus niet ingesmeerd. Ik heb niet eens zonnebrand. Nee. Dat moet ik echt gaan kopen. En iets van Aftersun. Het is helemaal rood. Echt in extreme. Ik kan niet eens in de zon. Ik kan ook geen andere outfit aan dan weer dit. Want dit, ja, lange broek. Hier zit helemaal verbrand. En hier gaat het natuurlijk een beetje tegen elkaar aan. Dat doet te veel pijn. Dus dan is dit broekje het beste. Ja, hier is het ook helemaal verbrand. Echt heel erg. Super stom. Ik heb dat nooit. Dus ik had er helemaal niet bij nagedacht. Ik heb op Instagram wat tips gevraagd. En mijn broertje. En ik heb eigenlijk heel veel zin om naar een grote Italiaanse supermarkt te gaan. Dus daar ga ik nu heen. Dus wel bijna 1,5 uur rijden. Maar als het goed is, rij ik helemaal langs het meer. Dus dat is wel prachtig. Ja, ik wilde eigenlijk, dacht ik ga naar een stadje met zon of zo. Maar ik ben te lang aan het zoeken waar ik heen wil. Misschien rij ik ondertussen nog wel langs iets of zo. Ik wil niet alleen maar naar de supermarkt. Dus misschien rij ik nog wel langs die meren. En denk ik, oh dan ga ik hier nog even lekker een stadje in of zo. Maar ik kan toch niet in de zon liggen vandaag. Want het is, dit heb ik niet zo mooi gedaan. Maar het is helemaal burnt. Zo, so, let's go. Right, 21 minuten. Bergje af. Ik hoef gewoon volgens mij nu 20 minuten lang vrijwel geen benzine te gebruiken. Oh, ik vergeet mijn make-up tasje. Ik ga hem nog opmaken. Maar ja, wat boeit het ook eigenlijk. Ik ben benieuwd of het een hele mooie route is. Ik heb nog niet ontbeten, maar ik denk ja, misschien kom ik daar lekkere dingetjes tegen. Zo, ik ben grappig. Ik moest een afslag waar je normaal niet gaat. Dus in de berg gewoon na 10 minuten. Maar het is wel leuk. Het is wel cool. Echt, ik moet door de smalste weggetjes. Ik kom continu mensen tegen. Dan moeten we weer... Er komt bijna het aan de rol. Wat? Schreeuwt iemand tegen mij? Nou, moet je weer, toen weer tegenliggers tegen, moet je hier anticiperen. Het is wel een andere uur en 20 minuten dan een uur en 20 minuten op de snelweg. Ik bedoel, dit is gewoon uitdaging. Kijk, ik hou gewoon niet van lang rijden. Omdat ik me, vooral, dat is echt ook ADD. Ik heb gewoon prikkels nodig. Anders ga ik me echt zwaar vervelen. Dus zo in de auto, ja, ik verveel me dood. Dus ik had al wat geuzen en gorgels extra gedownload. Zodat ik geen internet nodig heb. Maar dat is tot nu toe niet nodig. Ik zit hier allemaal mooie omgeving en weggetjes. Wel gezellig. Leuk. Besef even, je kan ook gewoon stilstaan, want er is hier niet. Maar besef dit even, kijk even waar ik nu ben. Dit is nu het eerste stukje, zeg maar, uit echt bergen waar een normale weg is. Kijk de view, kijk deze huizen. Oh, je kan hier zoveel mooie foto's maken, maar dat ga ik niet doen. Als het goed is, ga ik straks helemaal langs het meer rijden. Zo prachtig. Dit is toch prachtig. En dit is in je eentje wel op een of andere manier leuker of zo, want dan beleef je het meer. Ik moet nog 1 uur rijden. Super ver, maar dit is wel leuk. Ja, de hele dag thuis zitten vind ik een beetje saai. Maar ik ben even blij met mijn kleine autootje. Woehoe. Ook leuk, een keer een andere route, een andere afslag. Wauw. Aha, we zijn nu in Locarno. Ja, hier ben ik wel vaak geweest, maar nooit zelf gereden. Very nice. Zonder navigatie zou ik hier dus zo erg nooit kunnen rijden. Ik had echt niet verwacht dat ik deze route zou rijden. Wauw, kijk hoe mooi. Ik ben gewoon random gestopt om even aan jullie te laten zien hoe mooi het hier is. Ik kwam dus uit de tunnel en toen zag je zo het meer. Wat een uitzicht. En zo rij je gewoon helemaal naar de supermarkt. Gewoon de helemaal hier langs. Nou. Ik heb wel eens minder fijn gereden. Mooi hè? Serieus. Ik tank net, ik kan net zeggen 1,77 frank. Letterlijk 10 meter verderop 1,75. Ik had nog 3 streepjes benzine, maar ik dacht ik ga voor de zekerheid gewoon even tanken. Dat is wel altijd een lekker gevoel. Wow, dan ben je echt slim zeg. Er zaten gewoon 4 tanks. Waarom zijn hier zoveel tanks? Hier is het ook 1,77. Ik heb er echt gewoon in 1 minuut iets van 7 gezien. En eentje was 1,75. Nu hier weer. Huh? Why? Can somebody explain why there are so many? Nog 39 minuten.
Ziek, lekkere man bij de douane van Italië. Nu nog 37 minuten. We net door de douane. Echt zo'n mini douane. Oh my god, kijk dat kasteel in het water. Wat is dat? Daar wil ik heen. Oké, dit is echt very pretty. Ik ga gewoon even rondkijken hier. Oh my god, hier wil je toch gewoon zitten? Ik weet niet eens of ze wel open zijn. Ik wil hier zitten, dit is geweldig. Dit is toch niet normaal? Ik heb geen idee waar ik ben. Ik heb ook geen idee welk wijntje ik heb besteld. Ik zei rosado of zo. Dan zei ze rosato of rosso. Rosso. Dan zei ik rosé. Dus ik weet niet welke ik nu heb. Maar het is een hele donkere rosé. En zei dat alles lekker was. En ik heb iets besteld waarvan ik geen idee heb wat het is. Maar het is typisch Italiaans. En I love it helemaal. Dit is super lekker. Dit is een soort van speciaal. Ik zag het ook echt alleen maar op een Italiaanse site. Toen ik het opzoek. Iets met stoofvleespasta, maar dan. Dit kost 8 euro. Oké, al mijn bonnetjes deel ik trouwens deze op mijn Insta-story. Mocht je dat leuk vinden om te zien. Ik vind het leuk om te delen. Daar zie je ook gewoon waar het is en zo. Wat het kostte. Maar het was dus veel duurder dan er stond. Er stond dat het 8 euro was, maar op de bon staat dat het 14 euro was. But I don't really care. Misschien denken ze toeristlichten op, maar ik denk het niet. Agnolotti del Plin. Een soort van pasta met stoofvlees en het was lekker. In Italië is benzine trouwens wel 10 cent duurder meteen. Dus beter tanken in Swiss. Ik ben nu in de tweede afslag naar Corso Coppola Domano. Ik ben nu weer op een hele mooie plek. Ik krijg nog steeds trek. Dat is het leuke aan niet thuis ontbijten. Ik denk, ja, zie ik zonde om thuis te gaan ontbijten, dat ik hier allemaal lekkere dingen kan eten. Ik heb weer een parkeerplek. Ik ga weer random stoppen. Ik vind het heel leuk, want ik weet dat veel van mijn kijkers dit heel leuk vinden. Om te zeggen, ik zou het zelf niet zo snel doen. En ik vind het dus heel leuk, want toen en daarom ook des te leuker om met jullie te delen. Ik ben nu op de plaats van de supermarkt. Ik ga naar Esselunga in Verbania. En daar ben ik over 5 minuten, maar ik zie hier dat het een vet leuk stadje is. Misschien iets toeristischer. Maar ik zie een souvenirwinkeltje. Mijn bonusdochter had gevraagd om een typisch souvenirtje. Dus dat vind ik dan wel leuk. Dat kan ik sowieso uit Italië meenemen. En voor haar wil ik overal een biertje en zo halen. Maar ik ga hier ook even lopen. Want als ik straks boodschappen heb gedaan. En ik ben dus mijn koelblok vergeten. Maar hopelijk is dat daar niet zo duur. Dan kan ik dat daar kopen. Maar als ik dan boodschappen heb gedaan. En ik heb bevroren dingen in mijn auto. Want ik wil het liefst natuurlijk ook even leuke Italiaanse ijsjes of zo. Ja, dan is het ziek zonde. Dan kan ik dus nergens meer naartoe. Dus beter nu. Plus, nu schijnt de zon nog. Maar het is heel grappig, omdat ik zei, ik ben alleen op vakantie. Maar doordat ik dit allemaal deel, is dat wel heel anders dan als je denk ik niet vlogt of zo. Kijk, nou, superleuk. Ik ga even eerst naar het souvenirwinkeltje. Er is hier serieus niks te beleven, maar het is wel heerlijk om eventjes lekker hier te lopen. Al deze cocktails, ik ben gewoon weer gaan zitten hoor. Ja, ik kan dit echt niet weerstaan. Maar kijk hoe goedkoop die koffie is. En ze hebben dus ook zonder, ik neem aan zonder lactose. Lattosio.
Nu wil ik hier echt avondeten. Kijk hoe lekker wat ze allemaal hebben. Ik weet natuurlijk niet of het heel goed is. Ik denk dat het wel toeristisch is hoor hier. Waar ik net zat was wel echt een beleving. Maar anders zou ik echt deze pizza willen. Zou het nou anders smaken hier? Het smaakt eigenlijk precies zoals ik hem maak, maar ik maak echt lekkere koffie. Hè? Kijk deze view. En ik zit nu dus hier. Hi! Ja, en ik heb nu een groene cocktail besteld. Er ligt schuim op en bloemenblaadjes. En het is met ananassap, kokos, bananensap. Echt allemaal aparte dingen. Lekker, hè? Nou, oké, ik zal je niet langer van je werk houden. Oké, doei! Taste test. Iedereen denkt volgens mij echt dat ik een recensent ben ook al. Oh my god, als je hiervan houdt. Het is heerlijk. Dus en kokos en banaan. En meloen. Geweldig. Heel zoet, maar ook heel fris. Pizza. Ik had niet verwacht dat deze er los op lag. Die is ook van koud. Huh? Apart? Het is geen burrata. Het is gewoon... buffel mozzarella. Ik heb gewoon letterlijk een bol koude buffel mozzarella op mijn pizza. Niet de allerbeste pizza die ik ooit heb gehad, maar is zeker lekker. Kijk ook hoe hoog die korst is. Tomatensaus smaakt wel heel goed. Oh my god. Oh, je hebt hem ook voor crubs. Oké, okay, dit moet ik meenemen. Ik ga random, spontaan ook nog even naar de pizzeria waar Oliver zei dat ik heen moest. Daar rijd ik dus blijkbaar echt langs. Voor hetzelfde geld kom ik hier niet meer. Ik heb dus vandaag dit pasta gerecht op en die halve pizza, maar verder niks. Dus kan nog wel. En dan neem ik het ook gewoon weer mee als ik het niet opkrijg. Het is hier wel weer echt te mooi. Kijk dan. Love it. Ik heb de rosé huiswijn. Deze was 6,50 en de kaart is al weggehaald. Maar ik heb weer dezelfde pizza als net, dus ik ben benieuwd. En mijn broertje zegt dat daar allemaal toeristen zitten en hier juist niet. Cheers. Oh, er zit prik in. En ik ben echt heel moe, dat kan je wel zien. Mijn ogen zitten echt in tranen. En ik heb weer het gevoel dat iedereen denkt dat ik een resistent ben. Deze watermeloen dinges heb ik dus gekocht bij de... Let niet op mijn nagel, want ik heb er dus afgeveld. Bij de Balea, maar hij ruikt half naar watermeloen en half naar koolts. Geen tip. Helaas, zo ziet het eruit. Oké, het wordt hier steeds drukker, dus dit begint awkward te worden. Maar... Oh, die ziet er zegt. Die ziet er anders uit, zie je dat vast een keer. Oh, jullie zien helemaal mijn pizza. Oké, okay. Zo. Wow. Heel nat. Volgens mij horen Italiaanse pizza's een beetje zacht te zijn, maar het is heel moeilijk om het dan op te pakken. Kijk. Heel nat. Goat cheese. Ik vind hem serieus hetzelfde smaak als net. Ja, gewoon super lekker. Maar niet anders. Het is heel waterig, dus je kunt hem echt niet dubbel vouwen, maar misschien is dat een soort Italiaans ding. Ja, het is gewoon lekker. Ja, gewoon net zo lekker als net. Die van net was ook echt wel goed. Wel lekker dat het echt alleen maar mozzarella is. Want net zat er ook gele kaas op. Dus dit vind ik wel lekkerder qua kaas. Maar door die tomaatjes is het gewoon heel nat. Maar ja, alsnog zie ik lekker. We'll be right back.
We gaan nu door de tunnel, denk ik. Die vind ik wel spannend, hoor. Oh, wacht even. En met tegenliggers is het echt ziek smal. Dat is het enige wat ik niet chill vind aan autorijden, is heel smal. Ik ben weer veel... Ik lijk wel een klein kind dat ik niet naar bed kan, terwijl ik zo moe ben. Het is alweer 1 uur. Ja, ik ben echt stom. Ik hoop dat ik nog een beetje normaal word. En anders kan ik heel leuk zeggen dat ik heel goed alleen kan zijn. Maar dan heb ik dus eigenlijk gewoon iemand nodig die ervoor zorgt dat ik naar bed ga. Het is echt, ik vind het zo slap van mezelf. Ik weet ook niet waarom ik zo ben. Nou, ik ga slapen. Het is 3 uur en ik ga nu pas ontbijten. Ik heb nog steeds niet eens echt trek, echt, maar ik dacht het is nu wel even, anders wordt het echt te laat. Ik heb een heerlijk ijsbergsla, avocado, komkommer, een soort van... ja, dit. Waar ligt het? In ieder geval eitjes. Hoe ga ik dit allemaal eten, joh? Een restje geitenkaas, wortel, zalm. Ik moest vandaag op. Die ik in Duitsland had gekocht. Echt een mega voedzame salade. Avocado uit Nederland nog. Een soort van rare komkommer courgette ding die ik gisteren heb gekocht. In Italië, die heb je ook wel eens bij de Turk. Ik weet niet hoe dat heet. Zelfgesneden ijsbergsla, heerlijk. Zout, peper, heel klein beetje olijfolie. Dit smaakt zo lekker en zo gezond. Mega voedzaam, want en geitenkaas. En zalm. En avocado. En ei. Maar ik wil echt even heel gezond eten vandaag. Maar natuurlijk wel gewoon voedzaam. Het is nu 3 uur. Maar bijna 3:30. En dan kom ik 8 uur avond eten of zo. Ei op een salade vind ik toch altijd een beetje lastig. Hey jongens, ik heb volgens mij echt alleen maar mijn lunch gefilmd vandaag, mijn ontbijt. Maar ik heb 3 TikToks opgenomen, ik heb heel veel gezongen. En voor mezelf had ik het gefilmd, maar niet echt voor jullie. Ik ga ook heus wel wat voor jullie filmen. Maar ik wilde echt gewoon een keer een beetje oefenen in plaats van meteen 1 keer zingen en klaar. En ik heb net even wat op Instagram geplaatst, want het was niet perfect. Maar ik vond het wel goed genoeg om het te delen. Ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk dat het toch wel best wel oké ging. En ik heb best wel veel met haar gebeld. We hebben net nog even gefacetimed. Dat was echt leuk. En ik heb geëdit. Eventjes een uurtje of zo toen het zonnetje weg was. Maar verder was er wel gewoon nog steeds een zonnetje. Ja, ik heb dus mascara opgedaan omdat ik een TikTok ging maken. En verder niks volgens mij. 3 TikToks. Pistachekoekjes. Kinder Paradiso en Kinder Pinguin. Het was echt allemaal lekker. Ik vind het wel leuk om op deze manier gewoon... Ja, ik eet natuurlijk in feite gezond. Ik ben heel erg goed bezig. Maar ik vind het wel goed dat ik ook gewoon lekker pizza eet. En lekker TikToks kan maken. En dan gewoon out of... Gewoon ook een beetje anders kan denken. Dat vind ik wel gezond. En nu ga ik lekker slapen. Eigenlijk ging ik met haar bellen. En toen zei ik van oké, dan ga ik nu ook in bed liggen. Zodat ik ook tegelijk ging slapen. Want... echt iemand in mijn leven nodig waardoor ik ga slapen. Maar toen lag ik uiteindelijk toch op de bank en niet in bed. En nu slaap ik nog niet. Maar oké, het is 11:15. Ik vind het op zich... Het is echt een heel grappig kapsel zoals ik haar tot hier heb. Ik had een strak knotje gedaan. Maar ik vind op zich als ik 11:15 slaap, prima. Ik ben eigenlijk wel een avondmens van mezelf. Die gewoon niet te laat wil slapen. Maar eigenlijk als ik om 12:00 slaap, is het goed. Maar na 12:00... Dan baal ik wel dat ik denk, jeetje, doe niet zo stom. Gisteren ging ik dan, ik bedoel, het is echt wel niet dat ik uitgerust ben of zo, helemaal niet. Ik maak mezelf dan alleen maar moe, dat vind ik zo dom. Ik bedoel, je kan gewoon slapen en je gaat niet. Ik vind het wel chill eigenlijk alles hier in vloersjes, zeg maar. Normaal neem ik nooit mijn camera naar de badkamer. Maar ik kan hier ook heel makkelijk filmen, omdat ik hier dus een kast heb waar ik hem in kan zetten. Dat heb ik thuis niet. Maar het is wel leuk om dat soort beelden ook te hebben. Maar ja, dan wordt het allemaal alleen maar nog meer geklets. Ik dacht ook vandaag, het is helemaal niet erg als ik mijn camera er niet bij pak. Want ik weet zeker dat ik zoveel beelden ga hebben. En 2 vlogs, dus dat werkt niet echt. Ik haal het liever gewoon bij 1. Ik heb vandaag mijn nagels er bijna helemaal afgehaald. Laat ik ze eventjes een beetje bijkomen. En dan ga ik ze weer doen. En dan zie ik jullie morgen. Ik denk dat ik morgen ook gewoon thuis ben. Goodbye. Good morning. Ik was al best wel vroeg wakker. Ik heb weer geen 8 uur gepakt. Ik weet niet wat ik heb. Maar ja, morgen weer een kans. Vanavond weer een kans. Ik heb even sportschouder gezocht. Ik dacht dat het dus echt 60 frank was. Voor 1 entree. Dan dacht ik, ja, dat gaat wel heel ver.
Maar ik dacht, ik wil in ieder geval één keer per week sporten. Dan kan ik het een beetje bijhouden. Er is nu nog zon, maar niet. Het is nu eigenlijk al een beetje weg. Maar ik dacht, dan kan ik wel even naar de gym gaan vandaag, zodra de zon echt weg is. Dan heb ik nu nog even wat zon pakken, maar ik zie helemaal geen zon. Even koffie zetten. Oh, deze matcha dingen waren trouwens best wel lekker. Niet super sterk of zo, maar wel echt lekker. Er is zon. Snel naar buiten. En ik doe dus echt een snor maken met zonnebrand. Want ik gewoon niet wil dat het heel erg wordt. Ik liep gisteren de hele dag zo erbij. Ja, er is toch niemand die me ziet. Kijk, dit is niet zo mooi op je voorhoofd. Dit vind ik wel weer grappig op mijn neus. Maar mijn snor vind ik gewoon het allerergst. Maar ik wil dus wel bruin worden. Hier heb ik ook pigment hoor. De zon is nu niet zo sterk. Je bent in de buurt van Via Redonda. Ja. Oké, dankjewel voor het zeggen. I wanna see them dancing, walking around on those, what you call them? Oh. Ik drink de hele tijd op deze beker, vind ik echt wel lekker. Oké, koffietime. Ik heb net in de zon gezeten en nu wil ik weer beginnen. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl looking around here to think? Sure. She's got everything. Hatchets and gates, months and plenty. I've got woos, it's and wants, it's galore. One thing about? I've got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, strolling along down the, what's the word again? Street, up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free of that world. What would I give if I could live out of these wonders? What would I pay to spend the day warm on the sand? But you on land, they understand that they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand and ready to know what the people know. What is a fire and why does it, what's the word? Burn when it's my turn, wouldn't I love? Okay, kom op, Schulze. Dit avond wel, ik ben gestopt met zingen, ik kan niet belten. Love to explore and show her up above. Out of the sea, wish I could be. Ik zit ook nog onder dat zonnebrand. Wish I could be. Part of that world. Ik word even geluiden. Alright, het is 2:10. Ik heb even lekker opgefrist. Ik voel me wel fresh. En ik heb weer dat korte broekje aan, want ik wil dus naar een gym. Ik ga nog even kijken naar welke. En dit is, ik had het trouwens nog helemaal niet meer verteld, maar die sloggy topjes. Ik dacht dus dat M echt top was, maar die M'en zijn eigenlijk allemaal te groot. Dus nu heb ik ze allemaal over eigenlijk. Nou, ik draag ze allemaal, ze zijn heel wijd. En dit is dus S en het is veel chiller. En het zit ook veel sexier. Maar misschien ga ik hier in sporten, maar ik wil nog een shirtje bij me. En dan dit voor nu eroverheen. En ga ik gewoon maar even kijken waar het me brengt. Maar ik vind het zo leuk als je een beetje bruin bent. En dan je haar strak naar achter zo'n knotje. Met een minimaal make-up vind ik heel leuk. Dat vind ik echt zo fresh. I love it. Die makelaar is ziek lekker. Mijn ouders gaan eens het huis verkopen. Dus vandaag, hij stuurde me een berichtje dat hij het bord in de tuin kwam zetten. Maar ja, hij kwam niet. Ik dacht, ik ga maar ik hoef er ook niet bij te zijn hoor. Maar ik rijd hem net tegemoet. En hij herkende me van mijn foto, denk ik, en mijn Nederlands kenteken. Zegt hij... Hola, hola, Charlotte. Nou, ik kan het niet uitspreken zoals hij het uitsprak, maar het klonk echt super sexy. En hij zag er ook echt heel sexy uit. Volgens mij is het dus de zoon van de man met wie we destijds, zeg maar, dit huis, die grond hebben gekocht. Nou.
dan weet jullie dat ook weer. Oh joh, deze machine is echt mega chill. Ik heb zo lekker getraind. Mijn favoriete apparaten waren er niet, maar ik ben echt dood gegaan. Jammer dat er nooit echt rakenfruit in die sapjes zit. Ik moet echt wat eten, ik ben helemaal moe van de gym. Ik maakte net een grapje met de man, maar hij snapte me niet. Hey, Matje. Ik zei nice kids, want hij had zijn hele kinderwagen vol met bier. Nee, hij snapte me niet, maar hij lachte. Matje. Op zich, voor €1,95 zou ik dit wel willen kopen, maar dan zit er dus... 0,1% matcha in. Ja, sorry. Oh, kijk. Wat hier in Nederland ook met bloemkool hebben, maar dan met champignon. Maar alles is zo idioot duur hier. Daar zijn we weer. 7 over 6 en het zonnetje is er gewoon nog een beetje. Who the fuck is Ava? Is she the other girl? I bet she's kind of danger. Ik ben alweer super lang thuis. Het is nu 12:30, dus ik ga naar bed. Tot morgen. En toen was het al 12:30. Maar ik ging mijn vlog editen en ik zat heel lekker in de flow. En toen dacht ik, ja, wat maakt het echt uit dat ik het nu doe? Overdag vind ik steeds zonde om te werken of zo. Normaal zou ik zeggen, maakt niet uit, dan kan je even uitslapen. Maar hier is het echt al om 5:00 ochtends of zo licht. Of 5:30. Niet normaal. Heel vroeg licht, heel vroeg donker. Dus dan heb ik gewoon geen zin om uit te slapen. Wat heel goed is, want ik wil... Gewoon lekker 8:30 opstaan. Maar als je zo laat gaat slapen, dan rust je niet uit. Maar ja, dat is me, hè? Mijn nacht bestaat dus uit 3 dingen. Deze. Oh. Waar ik het al verteld, maar nog niet laten zien. Dan dus dit wat ik had gekregen. Wat ik dus gewoon gebruik. Oh, ik heb ineens heel veel dorst. Dit pipetje is echt heel slecht. Niet normaal. Alsof er niks in zit. En dan heb ik bij mijn bed nog Balea Cutie nachtcreme. Lees heel dik. Die heb ik dus al vorige week gekocht. Vergeet je nek niet. Dat vergeet ik altijd. En dan doe ik die er nog overheen. En dan doe ik iets op mijn lippen natuurlijk. Balsem en dan ga ik lekker slapen. Bye! Oh my god, dit wat ik volgens mij bij Lidl Duitsland had gekocht is zo lekker. Dit is ook een beetje protein, dat was niet per se nodig, want hij is wel heel dik. Maar het smaakt echt geweldig. Het smaakt gewoon helemaal naar olijfolie en bruschetta vibe. Het is echt heel lekker. In deze hele fles zitten 1000 calorieën. Holy moly. Bizar. Dan denk je, ik koop gewoon een soepje. Cheers. Dat was wel interessant om daar eens naar te kijken. Oh, wat heerlijk dit. Ik voel me zo fresh als ik hier douche. Ik weet niet waarom. Ik weet echt niet wat het verschil is tussen hier in Nederland. Maar sowieso, je hebt in de zon gezeten. Dus dan is het gewoon heerlijk. Als je gewoon helemaal zo... Dat vind ik echt lekker om zo uit je bed. Even een beetje water, zomaar verder. Geen deo, geen crème, alleen wat zonnebrand. Niet helemaal opfrissen, gewoon lekker in de zon. En als je dan daarna gaat douchen, spoel je al dat... Ja, niet frisser eraf en dan voel je extra frisser, snap wat ik bedoel? Ik weet niet of jullie dat ook lekker vinden. Dat is een dag strand, weet je wel. Dan voel je, ik voel me echt zo goor. Van die zon en die bakken. En ik heb toch best wel weer wat zon gezien vandaag. En inderdaad, het komt nu met bakken uit de lucht, het onweert. Het is niet normaal, ik vind het heerlijk als het maar niet nu nog 5 dagen zo is. Want dan is het al iets te lang. Maar ja, ik moet toch werken en studeren. En serie kijken in de avond vind ik ook heerlijk. Dus dat begint dan wat eerder, de avond. Als er zon is, dan moet ik gewoon in de zon. Net als mijn moeder, dat hebben wij heel erg. Ik wil en een lekker kleurtje krijgen en het is gewoon ontspannend en gezond en lekker. En
Ja, dan moet ik gewoon in de zon. Maar het water hier is ook zo zacht. En ik maak dus van de koffie uit die cups. Het is wel een beetje lastig om het eruit te krijgen. Nou, niet heel lastig. Gewoon een beetje. Met olijfolie weer. Zo'n scrub maakte ik een jaar geleden of zo heel veel. Daarna deed ik het, maar ik probeer niet veel te scrubben. Daar heb ik met heerlijk een beetje voorzichtig op gezicht mee gescrubbed. En hier iets harder. En mijn lichaam. En het voelt ook zo lekker, want alles wat je zo aan het scrubben bent voelt strakker door het sporten. En ik voel echt dat ik gisteren ben geweest, daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik heb lekker mijn hele lichaam ingescrubbed. En dat heeft dan nu ook zo'n lekker laagje van de olijfolie. Ik vind het zo heerlijk. Pure olijfolie is echt te vettig. Maar als je het zo in een scrub onder de douche doet, vergeet niet je tenen goed te doen. Mijn weekvlog is klaar. Die is nu bijna klaar met renderen ook. Ik heb een thumbnail maken en ik zit lekker Working Moms te kijken. Om helemaal te genieten. Ik ga nu even mijn lichaam helemaal insmeren met zo'n random crème die ik had gekocht bij de Aldi of zo, bij de Lidl. Niet noemenswaardig. Deze doe ik nog maar. Oh! Ik zie altijd dat mensen dit dus op beeld doen dat het misgaat. Dat je dan dus scheef mikt. Loser. Het is wel roze die crème. Zou er dan kleurstof in die crème zitten omdat die roze is? Nou, in mijn haar is vast geen probleem. Maar ik doe dit nu eventjes gewoon op. Nog geen zin om nachtcrème te doen. Dat doe ik later. En mijn nachtroutine. Nu doe ik gewoon even zo. Ik zou het ook wel kunnen doen. Ik weet niet. Het is nog niet zo laat. Het is pas 7:15. Heerlijk. Nu voel ik me dus zo ontzettend fresh. En nu ook als je dan gaat opmaken en iets leuks aan doet, dat heb ik dan altijd, voel je helemaal fresh of zo. Ik weet niet, dat heb ik alleen op vakantie. Maar het water is hier heel zacht. Ik weet niet of het door de kalk komt of door de bergen. But I really love it. Really, really, really. Oh ja, ik neem nu meteen even vitamine C. Ik ga zo denk ik even lekker een salade caprese of zo maken. Ik heb net weer wat kaasjes gegeten. Oh, dat heb ik gefilmd trouwens. Ja. Ik had niet alle kaas op, want het was veel te veel. En ik ben helemaal verslaafd aan watermeloen hier. Heerlijk gewoon, zo lekker. En mijn douche met het raam open, vind ik ook zo lekker. Hier staat die scrub. Ik heb het nu al twee keer hier maar gewassen. Maar het was al best wel vettig. Ik weet niet waarom. Kijk, regen. Af en toe wat onweer. Nee, ik laat hem nog even open trouwens. Helemaal lekker, ik hou ervan. Hier was ik alle prijzen aan het opzoeken voor de TikToks. Oké, dinner. Je ziet er niks van door al die basilicum. Ik vind Working Moms zo fantastisch, niet normaal. Ik heb twee soorten tomaatjes. Basilicum, balsamico, olijfolie, zoutpeper en een burrata. En wat ik echt super vaag vind, is dat burrata, dat scheelt niet veel, maar heeft minder calorieën dan een buffelmozzarella. Ook zo raar. Ik heb geen mes, dus dit is een beetje geklooi. Maar ik dacht op de bank, niet handig met een mes. Niet klooien. Good morning jongens, ik werd wakker en ik besloot dat ik zin had. Oh, ik moet even checken of mijn vlog online is. Om nu naar het strand te gaan. Ik heb even een klein laagje mascara op. Verder heb ik mezelf helemaal met zonnebrand ingesmeerd. Mascara is eigenlijk vooral voor als ik een TikTok zou willen maken. Vind ik iets mooier. Maar je ziet het niet eens echt. Broekje aan, wat spullen mee. En we even kijken voor eten om mee te nemen. Ik neem mijn koffietje in de auto en dan ga ik lekker rijden. Ga ik zeg maar weer langs de Lago Maggiore rijden. Maar nu dan langs de andere kant van het meer. Ik vind het trouwens zo chill. Ik ben dus echt niet afgevallen. Maar ik zie gewoon echt dat ik strakker ben voor het aan mijn armen. Mijn armen zijn echt best wel vol. Ik zie echt verschil aan mijn armen. Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Veel strakker en daar is echt wel wat vet weggegaan. Heerlijk. Dan zie je dat het niet alleen om de kilo's gaat. Dus ja, ik neem jullie weer lekker mee, guys. Guys. Let's go to the beach. Zo, in Nederland is het nu echt 30 graden, maar hier is het ook warm hoor. Vooral in mijn auto die dan helemaal in de zon staat te branden. Ik ga lekker naar Gera. Ik zat een beetje te wachten tot mijn ouders het adres gaven. Want ik vind het wel chill als ik een beetje weet qua strandje wat een chill strand is natuurlijk. Maar toen zag ik bij mijn Instagram post van een tijd geleden dat ik gewoon de locatie had getagd. Dus dat ik het al lang had kunnen weten. Maar ja, ik ben sowieso altijd een beetje aan het klooien. Ik wou mijn koffie drinken, maar dat is super lastig hier in de berg omdat je echt twee handen nodig hebt. Lekker naar de beach. Ik heb geen luchtbedden meegenomen, want ik heb toch geen zin om het op te blazen. Ja, ik had eigenlijk, als ik nog boven was, en toen al bedacht had ik het misschien gepakt, maar ik had ook geen zin meer om terug naar boven te lopen. En ik ken mezelf, ik hou het niet lang vol op het strand. Ja, de enige manier waarop ik het lang vol hou is in het water, maar nou ja, whatever. Hé, hey, moet ik hier rechtdoor? Ja, de Locarno weer, ja. Oh, ik ga zeg maar dezelfde kant, ik ga helemaal naar beneden zoals toen ik naar Italië ging. Maar dan ga ik nu dus, in plaats van rechts naar langs het lago, ga ik links langs het lago rijden. En het is in Zwitserland. Maar ik wil eigenlijk daarna nog naar Italië. Om misschien daar lekker te eten. Of nou, ik kijk wel even waar ik zin in heb.
Ik merk echt dat ik om de dag iets wil doen. Dus ik heb ook berekend. Ik kan dus volgende week kan ik nog op dinsdag en donderdag dan iets doen. En dan vrijdag een beetje opruimen en zo. Ik denk als ik misschien vrijdag aan het opruimen ben, dat ik dan misschien iets heb van, ik kan net zo goed nu al gaan rijden. In plaats van zaterdag. Ik twijfel nog of ik vrijdag of zaterdag ga rijden. In ieder geval als ik weer in Duitsland slaap, dan als ik op zondag in Duitsland ben, kan ik daar dus niet naar winkels. Dat is dus dicht. Dus dan zou ik dus op zaterdag wat eerder moeten reizen. Dat ik zaterdag toch daar wat kan doen. Dat vind ik wel leuk. En anders moet ik dus gewoon op vrijdag rijden. En dan kan ik vrijdag, kom ik wat later in mijn hotel. Dan ga ik zaterdag overdag in Duitsland en dan naar huis rijden. Dat kan ook. Ik kijk wel eventjes. Ik heb zonnebrand mee, handdoekie. Ik heb niet heel veel mee. Een paar snackies. Het zak met ijs in de koelbox. Die zal dan weer helemaal smelten. Maar ja, dan kan je dat weer invriezen, toch? Ik gebruik dat vaak gewoon als soort van ijsblok ding. Ik heb een paar TikTok snackies mee. En oké. Nou, dit is de... Oeh, daar komt iemand aan. In de tunnel. Oh, zo eng is het helemaal niet. Het is helemaal niet zo dichtbij als ik dacht. Maar dit is natuurlijk de laatste dag van de weekvlog. Volgende week nog een hele week een beetje op vakantie. Doe even een duimpje omhoog, jongens. Helpt me echt heel erg. Als jullie reageren en duimpjes doen. Ik ben echt gehalveerd in mijn views. Mensen krijgen mijn video's ook niet meer te zien. En wat ze zijn afgehaakt toen ik mijn kanaal zo verwaarloosde. En als jullie reageren en liken, zorgt dat ervoor dat mensen de video weer te zien krijgen. En dat zorgt er weer voor dat ik dit kan blijven doen wat ik nu doe. Want ik kan dit nu blijven doen omdat ik hier nu van kan leven. Hoe meer views, hoe beter ik hiervan kan leven. En hoe leuker jullie weer vlogs hebben. Want anders moet ik weer vaste baan zoeken. Op een gegeven moment als mijn YouTube kanaal doodgaat. En dan gaat het weer minder leuk worden met vloggen. Dus win-win. Hey. Nee, oké. Okay, maar ik vind het ook heel leuk om reacties te lezen. Oké, okay, ciao a tutti. Ik ben heel dom, want dan zit ik leuk te vloggen in de tunnel. En dan rijd ik dus te hard. Ook als ik niet aan het vloggen was, hoor. Ik dacht ineens na de tunnel, oh, je mag hier maar 60. Zo dom, dan heb ik sowieso een boete. Ik ben zo benieuwd als ik thuis kom hoeveel boetes ik heb. Dan kan ik mezelf echt wel voor me slaan. Ik ben een meisje van 13 en ik word gepest. Ik weet niet waarom en waarvoor, ik kan niet rekenen op de rest. De hele klas die doet mee, dus ik haat iedereen. Ze weten niet wat ze doen, ik voel me zo verdomd alleen. Waarom pak je me nou? Wat heb ik jou nou gedaan? En doe niet stoer voor je vrienden, want die vinden er niks aan. Je loopt me maar te schoppen, te slaan en te schoppen. Wie denk je dat je bent? Je moet eens leren om te stoppen, gek. Ik ben geen bal die je heen en weer kan trappen. Ja, het zit me tot hier, ik heb genoeg van al je grappen. Dus laat me nou gaan en laat me staan waar ik wil. Zeg maar, ben ik te dik of komt dit alles door mijn bril? Geef me 1 week de tijd en leer me kennen als je beste vriend. En leer me dan nog maar eens uit waaraan ik dit verdien. Er is geen reden toe, dus luister ik vertel het je. Beste is geen spelletje, beste is geen spelletje. Iedereen die doet het en niemand weet waarom. Leer treiteren en pesten uit verveling op de stom. Dus stel je nou eens voor dat je zelf wordt gepest. Dan gooi je knikkers op je kop en smeer een stront op je vet. Vielen? Ja, een simpel met je lippels op je bek. Want beste is geen spelletje. Ook weer dezelfde weg. Richting die sportschool en die Aldi. Oké, okay, we made it. In dit soort gevallen is het wel heel chill dat je weet naar welk strandje je moet gaan. Want dit is echt een mega relaxed strand. Ik zal het even laten zien, maar ik ben even bezig met een Easy Park internationaal te downloaden. Want ik heb dus geen frangen. En ik moet dus parkeerkosten betalen. Dus daar ben ik nu de hele tijd even mee bezig. En hier is gelukkig ook wifi. Super schone wc's. Helemaal chilly baby. Echt heerlijk. Oh my god, hoe dan? Ik ben de enige. Het lijkt gewoon alsof ik een privéstrand heb. Met voor 5 frank parkeer hier. Je hebt de meest luxe wc's die je ooit hebt gehad op het strand. Kijk dan. Hier had ik ook met mijn ouders, er is letterlijk niemand. Geweldig. Daar zijn wel mensen, maar niemand zit hier beneden. Ik weet ook niet waarom. Oh, het is nog best wel... Oeh. Oh, hier wordt het dieper. Ik dacht ik kan zo doorlopen, maar dat kan niet. Oh my god, het is te koud, denk ik. Durf ik dit? Wel niet met de camera in mijn hand. Dit is wel echt een topplek hoor. Nu baal ik dat ik geen lucht bij heb. Oké, ik ga erin. Oh. Oeh. Oh, dit is echt koud. Oh my god. Oh, daarom zwemt denk ik niemand hier. Je hebt niet echt een chill opstap hier om het water in te gaan hier. Ja, je moet hier echt een chic grote stap zetten, hè? Ik overdrijf niet. Oh, je buik is echt wat koud. Oh, het is zo koud. Plus jullie kunnen me echt totaal niet meer zien. Ik wil zo graag leuke vlogbeelden maken. Dat is best moeilijk. En best wel dangerous. Oké, okay, ik ga erin. Ah! Hallo meneer. Oh my god, dit is zo koud. Ja, het is helemaal niet heel koud, maar het is echt even wennen. Oké, ik ga. Oeh.
koud. Dit is zo lekker. Dit is echt heerlijk. Oh my god, dit was zo lekker. Ik ga er nu weer in, maar ik deed mijn camera weg. Heerlijk. Ik ben even naar de auto gelopen, want mijn batterij gaat zo snel leeg van mijn iPhone. Dus ik ben hem heel even aan het opladen. En koelboxje weer even. Maar die is wel koud gebleven, gelukkig. Ik ga eventjes dit voor jullie in de vlog testen. Maar volgens mij heb ik dit in Duitsland gekocht bij de Lidl. Ik zei dat het een soort drinkmixer is voor bij je cocktail. Maar het is met Infusion de Menthe Poivré. Poivré? Poivre? Of gepureerd. Suiker, gembersap 15%, citroen, geconcentreerd. Oh, hè? Dat lijkt meer gewoon op een gembershotje dan. 15% is niet heel veel, maar in Nederland zit er soms nog wel minder in. Oh, maar heel veel suiker. Why? 24 gram suiker zit erin. Helemaal gek geworden. Oh, dat vind ik niet eens lekker zo zoet. Dat ga ik niet opdrinken nu. Misschien omdat je er heel veel vodka bij moet doen, maar zonde, anders was het echt lekker geweest. En zo erg aan het genieten. Musjes om me heen, eentjes. Ik had lief heersbeestjes te redden. Ik heb echt, het was helemaal aan het einde. En toen heb ik hem vanuit daar uit het water geschept en zo op mijn hand gered. Love it. Ik kan nog wel uren blijven liggen, maar er is nu een wolk. Dus ik dacht ik ga, want ik wil ook nog eventjes doorrijden naar Italië. Dat is 9 minuutjes. Het is wel zondag, maar ik wil gewoon weer even kijken waar ik uitkom. Ik doe even lensvloes in mijn oog. Oh, dat heb ik hiervan genoten. Niet normaal. Echt zo lekker. Echt geweldig. Ik ben echt heel slecht in goed bruin worden. Echt alles heeft een andere kleur. Oh, lekker joh. Kijk, alles is hier helemaal fresh en chill. Ik voel me nu echt een smartass, want ik ben de enige auto die in de schaduw staat. Ik had heel slim van tevoren bedacht. Eerst ging ik hem ergens zetten waar schaduw was. Dacht ik, nee, want die boom, daar staat straks geen schaduw meer, want de zon verplaatst. Dus dat ik zet hem heel dicht tegen een huis aan. En nu sta ik dus als enige auto in de schaduw. En dat scheelt zo erg met de hitte. Ik heb nu wel trek, want ik heb dus allemaal TikTok dingen gegeten. Maar het is niet echt voedend of voedzaam. Maar ik ga gewoon even lekker rijden. En mijn telefoon is ook bijna helemaal leeg. Ja, een terrasje opzoeken ofzo. Jeetje, wat was dit lekker zeg. Ik kan bij een huis eigenlijk helemaal niet zo goed in de zon zitten. En dan verveel ik me stierlijk. Maar hier, heerlijk. Ik wil eigenlijk nog een dagje gaan. Maar er zijn nog best wel veel dingen die ik wil doen. En over een week ben ik alweer thuis. Andere vakantie. Donder ander 23 korte rokjes vind ik beeldige kleuren en een clip in mijn haar. Hey, Joanna. Op mijn andere vakantie. Nu al? Wow. Letterlijk 4 minuten. Er staat serieus niemand op zondag bij de douane. Oh, sushi. Ik wil sushi. Weet je wat super vaag is? Gewoon 5 minuten. Kijk, op het strand had ik wifi. Maar hier heb ik dus. In Zwitserland heb ik geen internet verder. Maar ze hebben op heel veel plekken internet. Maar nu kan ik dus weer mijn mobiel mijn internet aanzetten. 5 minuten verder. Want hier is mijn bundel wel geldig. Het is zo vaag eigenlijk. Ik heb dus geen idee waar ik heen rijd. Ik heb gewoon heel veel zin om nog even naar de supermarkt te gaan. Alleen heel veel zijn er wel dicht. Ik had eigenlijk ook nog wel langer op het strandje willen blijven liggen. Maar op een gegeven moment word je toch heel loom en moe. Ik heb volgens mij 6 TikToks of 5 TikToks opgenomen. Bizar. Bizar! Allemaal in mijn bikini. Ach ja. In Leuno, zeg maar, schrijf je het. Ik had gewoon gezocht naar een supermarkt die open was. Dus daar ga ik straks heen rijden. Maar ik zag een heel mooi plekje aan het water. Dus ik dacht, ik ga hier lekker even zitten. Maar het duurt ziek lang voordat ik een kaart krijg. This is the view. Ik heb het idee dat de andere kant van het meer, waar ik vorige keer was, veel leuker is. Sowieso omdat ik niet heel veel tegen ben gekomen, maar ook waar ik zat, ik moest een kwartier wachten voordat iemand bij me kwam die ik zelf aan moest spreken, door de hele tijd om te draaien. Toen moest ik nog om de kaart vragen, toen bracht hij die niet, toen ben ik die zelf gaan halen na best wel lang. Toen had ik eenmaal een kaart, kwam er nog steeds niemand. Toen dacht ik laat maar, want ze hadden ook niet echt een lekkere kaart, ze hadden alleen maar ijs en panini's. Ik zie dus niet echt een andere plek om te eten, dus dat is wel jammer. Maar ja, aan de andere kant van het water heb ik het idee dat het echt veel leuker is. Hier reek ik ook alleen maar door tunnels en daar reek ik langs allemaal leuke plaatsjes en zo. Ik ben bang dat hij dicht was, want het is zo rustig hier op zondag. Maar ik ben nu in een Carrefour Market en hij is gelukkig best wel groot. Dus ik ga even lekker rondkijken. Oké, jongens, het is alweer maandag. Dan ga ik de week nog hierbij afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb net even lekker gewinkeld bij de H&M. Oh my god, het is al 2:30 en ik ga nu pas naar het strand. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, leuke reactie achter te laten. En natuurlijk volgende week weer te kijken en tussendoor op TikTok en Instagram. Bye!